begonnen ze te zingen en ik van de meiden, je moeder is de hoe, Ik, toen dacht ik zo bij mezelf, hoe weten hun dat nou? Ja, doe maar. Wist je nergens van? Nergens van. Leuk toch? Thanks man. Ja, je vader had mij gebeld. Ja? Ja. Serieus? Ja, met Kizina samen met Ricardo. En hadden we zo'n groepsgesprekje. Ja. Had hij geregeld voor jou dat... Serieus? Ja, ik wist echt niet, man. Leuk toch? Ik wist echt niet, man. Lekker oude moeder, man. Doe deze tekenen. Ja, schiet je, want dit is waarschijnlijk de laatste handtekening van ADO, hè? Misschien wel, maar weet je nog niet, man. Waar zat ik hier? Ja. Hoe is het, man? Top. Hé, hey, gaat goed, hè? Ja, gaat wel goed. Gaat alleen goed, nu man, even een klote kijkoperatie gehad. Ja, kijkoperatie, ja, man. Shit. 3-4 weken of zo. En, ja, het duurt niet zo lang, hè? Nee, dat niet. Maar... het moest wel, weet. Ik liep er echt lang mee. Ja. En ik dacht van ja, nu moet ik het wel eventjes van af aan. Speelde je gewoon met pijn? Ja, ik speelde wel met pijn. Ja. Maar je wilde pijn. Zo graag dat je gewoon. Ja, man. Ik wilde, weet je, ik wilde zo graag spelen. Ja. Maar ik kwam ook gewoon een beetje zo van. Ja, de club draaide niet zo lekker. Nee. En als je dan wegvalt, de bijen viel al weg. Dan dacht ik van ja, als ik nu ook ga stoppen, dan is het helemaal... Ja, precies. Oh, je wilde ze niet in de steek laten, zeg maar. Nee, ja, dat was het mee, man. Omdat het ook omdat het gewoon slecht ging. Ja, maar toen op een gegeven moment dacht ik wel van ja, weet je, je moet ook een beetje de eer aan jezelf houden op dat moment van ja, als het niet meer kan. Ja, dat idee. Nee, anders wordt het alleen maar erger, man. Ja, man. Dan ga je dat, ja, dan wordt het steeds erger, dan ben je verder van huis. Dadelijk, nu is, wat nu had je een kijkoperatie, ja. Ze hadden 2 bordjes aan de achterkant van mijn enkel gevonden. En het is misschien 2 jaar geleden of zo gebeurd in duel met Geraldo op training. Nee, meen je niet? Ja, was een bal die kwam tussen ons in. En hij wilde hem schieten, maar ik tikte die bal net weg. Ja. Toen raakte hij me op mijn enkel, maar ik klapte helemaal dubbel. Ja, die Geraldo, die kijkt ook niet wat hij doet. Nee, goeie jongen. Ik had hem gisteren nog even aan de telefoon, ja, man. Goeie gozer, jongen, man. Ja, echt lieve gozer. Goeie jongen. Hij was een van de eerste die ook bij mij in de auto kwam. Ja? Ja. Dat is alweer 4-5 jaar geleden, man. Waar speelt hij in het buitenland nu? Ja, Union Berlin, toch? Oh, in Berlin, ja. Ja, man. Hij doet wel goed daar. Lekker, man. Hij is ook, zeg maar, was eerst even wennen. Yeah. Maar nu, ja, nu hij daar zit, hij zegt nu gaat het lekker. Yeah. Maar hij zegt Duitsland is hard werken, man. Ja, hè? Ja, hij zegt ja, dat is wel een mooie competitie, man. Ja, dat wel. Voor verdedigers ook. Ja, en weet het is. En geld, hè? Ik ben, moet geld. Ik ben zo'n Spanje type, man. Ik ja? Echt mooi, ja, man. Ja, ben je Spanje, ja? Ik had niet verwacht, man. Ik dacht eerder echt Duitsland of Engeland voor jou. Kijk, weet je, het is Engeland. Ik vind Engeland sowieso een mooie competitie. Yeah. Dat sowieso, daar ga ik niet over liegen. Maar ik ben zo'n Barca-fan vanaf jeugd. Vanaf ja. Dus ik vond naar Spaans voetbal. Dus ik dacht van ja, oké, dit is wel een competitie die me ligt. Ik zeg niet Barcelona, dat sowieso niet, nee. Maar zo'n competitie die me ligt. Hey, wat is nummer 19? Wat heb je daarmee? Hierzo. Yeah. Is het je rugnummer? Rugnummer en? Ik ben 19 maart jarig. Oh, oké. En waarvoor ik eigenlijk 19 word, ik was toen ik bij ADO eerst kwam, was ik 19. Ja? Dus toen ik voor het eerst bij de selectie kwam, toen wilde ik echt weten wat mijn rugnummer was. Want ik dacht 19 maart, nummer 19 en 19 jaar. Ja. En Van de Heide ging toen weg. En ik zie bij mijn materiaal, ik zei 19, toen dacht ik, dit is mijn nummer, deze wil ik voor proberen zo lang mogelijk te houden. Ja. Ik kon ook dit jaar kon ik bijvoorbeeld 4 kiezen. Ja. Maar ik heb gewoon tegen mijn trainer zag van trainen. Nee, ik echt niet, man. Ik ben echt 19 nou. Ja. Hey, nou hebben we die brood, hè, trainer. Hè? Zie je geen brood in hem wel? Ik kwam ook al grapjes. Nu komt Danny Bakker terug. ik kreeg zo'n appje. Ze zegt, nu komt Bakker zeker terug. Ja, ja, ja. Ik, hè? Maar ik kwartje viel. Ja, ja, ja. Dacht, oh ja, brood bakken. Je ziet er geen brood in. Dus, ja. Nee, maar hij is volgens mij wel aardig vent, hè? Ja, relaxed trainer. Ik moet zeggen, ik ben echt ook wel altijd goed geweest met Rankovic. Ja. Ik was altijd wel... we hadden altijd wel zo'n switch, wat was wel leuk, soms gespannen, soms relaxed, ja, maar ja. Hij haalde wel het uiterste uit me. Ja, dat is belangrijk, dat moet ook vertrouwen geven en zo. In het begin botste ik echt met hem. Ja, 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 ja. Oh, je ziet...
Nou, niet ruzie, maar gewoon woorden of gewoon. Het was meer van. Ik ben zo'n verdediger, ik wil indribbelen, ik wil extra man creëren. Yeah. En voor mijn gevoel, Lingen dat het uit mij ging halen. En dat je hem gewoon moest blijven halen. Dat ik moest hangen en dat ik die ballen naar het middenveld moest spelen. Toen dacht ik van, laat me dat ook gewoon doen. Ik heb dit 2-3 jaar al gedaan. Yeah. Maar toen op een gegeven moment, ik weet het nooit meer, toen tegen Sparta, toen deed ik het niet. Toen zei hij, wie is nou onze beste opbouwer? Toen zei hij, dan moet je die bal aan hem geven. Vanaf toen mocht ik indribbelen. Ja, ja, ja. Maar, dus mag je weer je eigen spel spelen? Toen speelde ik weer mijn eigen spel. Kom maar. Wil je hierin? Ga maar, jongen. Kom maar, jongen. Kom dan, jongen. Rotterdam, jongen. Jij ook niet onderpresent, hè? Nee, natuurlijk niet, man. Stap mooi staat erin. Ja, gewoon oude hoeren, man. Hé, maar even kijken. Jij bent toen bij Sportclub Feyenoord begonnen, hè? Ja, ja. Toen ben je naar Feyenoord gegaan. Ja. Toen ben je naar Den Haag. Ja. Dordrecht. Ja. En toen ging je naar amateurs, of niet? Nee, ik ging van ADO naar Alfse Boys een jaar. Ja? En toen naar Dordrecht. Ja? Oh, zo ja. Ja. Maar hoezo, waarom dan? Waarom was dat? Bij Feyenoord toen moest ik weg. Ja, iedereen denkt dat het gebeurde toen door mijn vader. Omdat mijn vader natuurlijk weg moest bij Feyenoord. Hoe bedoel je, wat was dat dan met je vader? Ja, hij had een doorlopend contract. En toen had Feyenoord gewoon gezegd van, we nemen afscheid van je. Maar ja, mijn vader die... Ze zien een zaligheid, ze was al 25 jaar trainen. Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment, toen zei Stanley Braff van nee, het houdt hier op. Dus mijn vader, toen kwam een hele rechtszaak, alles. En toen had hij me uiteindelijk gewonnen. Toen zei hij van ja, ik ga niet terug, want als ik terug ga, wordt er alleen maar nog erg gekeken naar je. Toch wat je misschien, doe je één ding fout, wat normaal gewoon ook prima was. Maar zegt ze ja, maak ze er een dubbele van. Dus toen zeiden ze ineens, Shaquille, jij moet ook weg. Maar het gekke ervan vond ik, mijn vader kon niet veel bij mijn wedstrijden zijn. Dus hij vroeg aan heel veel ouders van hoe deed hij het en alles. En toen zei hij, ja, deze jongen, ik ga ze never nooit wegsturen. En toen uiteindelijk hoorde ik dat ik weggestuurd werd. Okay. Maar ja, mijn vader kende dat systeem al van als... toen was er Gerard Rutjes, als hij erbij komt zitten, weet je dat je weg moet. Yeah. En toen zag mijn vader Gerard Rutjes en hij zei, Shaquille, je gaat niet huilen. Maar je weet niks anders dan Feyenoord. Tuurlijk. Ging ik weg. Maar je moest dus weg omdat waarschijnlijk omdat hun problemen hadden met je vader. Ja, dat denkt iedereen wel. Ja. Dus maar uiteindelijk, weet je... Dat is wel apart dan, hè? Dat ze, dat ze jouw talenten niet, zeg maar, zien dat je talent hebt, maar toch omdat er dan dat er problemen is met je vader, dat jij dan weg moet. Dat vind ik wel apart. Ja, ik vind het sowieso ook apart, want ze konden ook, we vroegen ook van oké, maar... Wat is de reden omdat dat hij weg moet dan? Yeah. Zei ze, ja, dat bespreken we wel een andere keer. En toen dacht ik wel van, ja, wat is dit? Ik was 11, 12. Ja, je weet niet eigenlijk soort van wat je overkomt bij gesprek. Yeah, mijn leven was fijner. Yeah. En toen ben ik naar ADO gegaan, maar die degradeerde dat jaar daarna. Dus alle jongens die nieuw kwamen, moesten weer weg. Yeah. Maar toen hadden zij mij naar Alphense Boys gestuurd van, oké, als je daar goed doet, we houden je in de gaten. En mocht er weer budget zijn of dat er weer ruimte is, dan halen we weer terug. En toen, op een gegeven moment speelde ik wel bij Alphense Boys, ging wel lekker. En toen kwam Dordrecht, Marco Boos belde op, zei we halen Shiel 5 keer in de week op. Hey, dat is irritant. Wat is die voor jou? Ja. Oh, ik had hem ook aanstaan, man. Ik dacht dat die van mij was. Ik ging net remmen daar al helemaal. Hier zijn alleen maar flitsjes, hè. Kijk, maar hier is er weer eentje. Oh, ja. Dus, ik denk, wat is dit toch? Ja, heel erg flitsbaar. Je gaat dadelijk nog zeker 2-3 zien. Oh, maakt niet uit, joh. Ik stuur de rekening gewoon op mijn vrouw, zeg je. Betalen, jongen. Dus, maar toen, oké. Dus ja, en nu heb je dat weer interesse in jou, dus daar ga je niet heen. Ik weet het niet, ik zeg eerlijk. Of gewoon zand erover en als Feyenoord zou komen. Ja. Die heeft wel interesse, toch? Ja, je leest wel veel dat Feyenoord wel interesse heeft. je leest het wel in de media, toch? Ja, ja, ja. Ik hou me daar niet zo mee bezig. Ik zeg van, ik wil voetballen. Mm-hmm. En tot die tijd dat er iets is, laat me gewoon lekker. Yeah. En dat doet Ali ook wel, dus dat is wel fijn. Ali is tussen, hè? Ja. Dat is mijn vriend. Is jouw vriend? Ja, man. Dat is mijn mattie. Hij is ook soms gek, hè? Yeah. Maar hij hoort ook, hij heeft ook maling en alles. Kijk, eerst had hij niks. En daar hebben we het vaak over, hè? Weet je, hij is nu een grote zaakwaarnemer. Ja. En nu komen al die mensen die aanschieren, die komen dan op hem af, weet je wel. Want nu willen ze al in één keer allemaal mee met hem meegaan. Ja. Hij zegt gewoon donder op. Ik heb mijn eigen vriendenkring, eigen kleine groepje, daar doe ik het mee. Voor de rest, weg. Weer geen zaakwaarnemer worden? Nee, nu nog niet.
Nee man, ik ben nog niet te serieus. Ik wil gewoon lekker dit doen. Oké, ja, dit is ook wel leuk. Dit is zeker leuk. Dit is, kijk, je kijkt dit, hè? Ik kijk het, ja. Ja, mooi, thanks. Maar ik wil gewoon ouwe hoeren nog. En als je, zeg maar, later, als ik ben nu 41, je zou zeggen 50. Maar, nee, Nee. Oh, sorry, is dat je... Nee, deze. Geen probleem. Maar, dus ik wil nog... Ik zie het als periodes en zo, weet je. Dit houdt ook een keer op natuurlijk. En dan ga ik weer wat anders doen. Misschien dat ik weer andere tv-programma's ga maken. Heb je die andere gezien van mij, Videoland? Ja, met Ricardo en zo. Ja. En Kluivert en zo. Die bal ging erin, hè? Hij echt gezegd, hij zegt die bal was belachelijk. Ja, die was echt belachelijk. Hij kon het niet maar geloven. Hij zegt, doe het nog 10 keer, je schiet hem niet meer erin. Ja, ik schiet hem wel niet. Ja, ik heb al gekeken, kijk zo. Ik heb alles gewonnen. Alleen die laatste twee volgens mij, of laatste heb ik niet gekeken. Amco? Nee, die heb ik niet gekeken. Van Polen was de laatste die ik heb gekeken. Je hebt Jetro Willems is nog nu online en Anko Jansen. Ja. Ja, dat was wel top. Dat was lachen man. Ik heb alleen van Polen gezien, man. Ja? Dat is het laatste, ik moet even nog kijken. Ja, moet je even terugkijken. En voor de, nu dan, waar revalideer je gewoon? Op de club wel gewoon? Op de club en Almere, standaard fysio, veel beter. Weet je die? Camille? Camille van Druten. Die was toen toch ook eerst bij Fysio Met? Volgens mij is Camille niet bij Fysio Met. Nee, volgens mij niet. Maar ik revalideer op de club en bij hem. Dan ga je dus elke keer naar Almere? Ja, ik deed het al sowieso in het jaar. Ik deed elke week wel een keer daarheen. Oh, gewoon voor jezelf investeren in je lichaam. Ja, en nu moet ik vaker ook gaan. Dus, kost veel geld ook, hè? Ja. Kijk, weet je, ze zeggen altijd van het kost veel geld, maar als je het uiterste wilt, dan moet je wel investeren in jezelf. Tuurlijk, en dan krijg je weer meer voor terug. Ja, als je voet laat spreken. Dan... Ja. Jezus, man. Dus nu nog je contract loopt af? Ja, hallo. Klote, man. Het ging net zo lekker en dan nu... Weet je wel? Ja, het is. Het is. Zeg maar, mijn contract loopt nu dan zeg maar af, maar zij wilden al heel lang al verlengen. En dat heb ik ook een beetje afgehouden, omdat ik eerst gewoon echt wil voetballen. Dat is gewoon voor mij het belangrijkste. Ik wil gewoon voetballen. Ja. Ik heb ook niet het boek gesloten, daar niet van. Maar het is gewoon, ik wil voetballen. En kijken wat de toekomst mij brengt. Want ja. Ik ben ook een jongen met ambities. Ik, tuurlijk. Ik zeg eerlijk, ADO heeft me echt het platform geboden om hier verder te groeien. En dan is het voor mij ook gewoon te kijken van ja, is het hier nog steeds? Kan ik hier nog verder groeien? Of is het ergens anders? Ja. Dat zal de toekomst moeten laten zien. Maar je bent nu 22, toch? Ja. Hoe lang speel je nu bij in het eerste? 2, 3? 3 jaar. 3 seizoenen? Ja, 3 seizoenen. Dit is mijn 4e seizoen nu. Okay. Want het eerste seizoen, toen had ik die contractprobleem, toen was ik teruggezet. Wat dan? Wat was dat? Ja, ze gaven me toen een contract en toen kwamen we er gewoon niet uit met mijn zaak nemen. Yeah. Toen was ik me teruggezet naar het tweede. Meen je? Ja. Toen was ik bijna naar jou ook een club gaan waar je had gespeeld, man. Waar? Twente. Ja, was je bijna Twente? Ik was echt... Dichtbij? Ja, dichtbij. Alleen Twente degradeerde toen. Dus ik kon geen... een financieel plaatje schetsen. Nee, niet. Het is anders dan Twente jou nu gehad. Dat is, ja, dat is wel zonde. Ja, maar uiteindelijk, dat zou moeten zijn, ik ben gewoon echt blij met ADO. Want uiteindelijk zijn we er echt gewoon goed uitgekomen. En ja, heb ik nu wel volgens mij 62 wedstrijden zo gespeeld voor ADO. Ja. Hey, maar dat is ook wel klote dus. Hè. Dat zie je dan. Hè. Kijk, als je dat zie je kunnen maken en breken. En niet bepaald alleen ADO, maar gewoon in deze voetbalwereld. Ja, dat kan. Ja. Dat is wel apart. Kijk, dus zetten je gewoon terug naar tweede. Klaar. Ja. Het is wel een harde wereld, toch? Is zeker een harde wereld. Kijk, ik kan ze ook bijvoorbeeld geen ongelijk geven. Dat ze dan denken van, ja weet je, we hebben jou het platform geboden en je wil niet tekenen. Dus dan moeten we je ook uit de pitch halen. Dat is begrijpelijk. Ja. En daarom kijken kun je daar ook niet op aan. Ja, alleen, precies. Uiteindelijk zijn we er dan wel uitgekomen. Maar het is gewoon irritant als je dat moet meemaken in het begin. Ja, 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 ja. Nu zit ik ook nog aan het begin van mijn carrière. Maar toen, wat had ik gespeeld? 4, 5 wedstrijden. Ik zeg eerlijk, ik zat in een donkere kamer, man. Ik wist niet wat ik moest doen. Ja, ja, ja. Ik wist niet wat ik moest doen. Man. Nee, want dan, ja, je gaat er overal over nadenken. Ja, oh, heb ik het wel goed gedaan? Had ik het anders moeten doen? Weet je wel? Ja. Nou zit ik tot mijn tweede. Ik had in het eerste kunnen spelen. Ja, alles. Op zo'n jonge leeftijd. Dat was ook, dat moet ik ook zeggen, van bij tweede, met mijn trainer van tweede, die heeft me ook wel echt goed opgevangen. Hij zegt, luister, voor mij mag je gewoon een week rouwen. Als je bij de wedstrijd rouwt, mag ook van mij. Maar na de week moet je de knop omzetten, want het is ook jouw carrière. Ja, ja, ja. Wie was dat? Texera.
Texera. Hij zit er nog steeds. En is een goede gozer. Goeie gozer. Ja, goeie. Hij zag die verdediger vroeger, die lange. Ja. Ja, hè? Ik heb volgens mij wel tegen hem gespeeld. Maar hij was gek als voetballer. Hij was hard, hè? Hij was hard. Pakje geven, man. Ja, sowieso. Maar hij is wel. Hij was wel van geen grapjes of zo. Ja. Hij was ook wel snel, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Ja, hè? Hij was niet slim, laten we zo zeggen. Hij was niet traag. Nee, hij was niet traag, nee. Godsamme. Maar als jij moet zeggen waar ik volgend jaar moet spelen, wat zou je zeggen? Was ik wat? Als jij kon zeggen waar ik volgend jaar moet spelen. Ja, ik weet niet, 22 nu. Buitenland, misschien moet je nog even een paar jaartjes hier, man, in Nederland. Ja. Feyenoord of zo, een mooie club. PSV hoorde ik ook. Dat is ook een mooie club, hè? Ja. Ik ging laatst, ik weet niet meer, man, ik denk 3 weken geleden of zo, ging ik even zo'n interview van jou terugkijken. Ja. Ik weet niet hoe ik bij jou kwam, maar toen keek ik van de meiden PSV. Ja. Toen je bij PSV zeg maar binnenkwam. Ja. Die ging je ook praten, maar daarin zeg je ook eigenlijk gewoon de juiste dingen, ja. Ik heb bij Ajax gespeeld, maar ja, ik ben nu gewoon speler van PSV. Ja. Is toch zo? Ja, ik moet nu voor hun, ik mocht alleen maar trainen. Wie heb je eigenlijk gehad? Fred Rutte. Is die er lang gebleven? Fred Rutte had mij gehaald. Maar ik was maar een halfjaartje daar gebleven, of nog niet, ja, halfjaartje geloof ik. Ja. Maar ik had gewoon, kijk, ik was heel goed met, nog steeds met Fred Rutte, weet je, als mijn vriend. Ja. Dus, en ze hadden geen spelers meer daar. Dus die ging weg, Lazovic, en ze hadden mij als één, maar ik had geen jaar niet gevoetbald, gewoon een jaar niet. Alleen maar zuipen en zo. En, feesten. Man, feesten, alleen maar feesten. En toen moest ik in één keer PSV, die belde mij op. Kom mee trainen. Ja, kom, krijg je contract. Ik zeg, godsamme zeg. Ik zeg, nou, dat is mooi. Klaar met het feestje. Klaar met het feestje. Moest ik 3 weken lang rondrennen op die hertgang daar. Och man, ik werd gek, jongen. 2 keer per dag, maar het was wel een mooie tijd. Echt, het was een leuk club, hoor. PSV is een mooie club. Ik ben echt Ajax en mensen weten dat ook, maar ik vind PSV ook een mooie club. Gewoon, klaar. Maar als Feyenoord had gebeurd, had je niet gedaan, hè? Ik denk het niet. Nee, denk ik niet. Dan hadden ze me echt vermoord in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, hè? Ja. Net als met Vermeer, toch? Die, oké. Maar ik moet zeggen, Vermeer heeft het gewoon goed gedaan bij Feyenoord. Ja, zeker. Echt een goede keeper, hoor. Van die stap trouwens ook wel riskant, maar ja. Hij heeft het wel bewezen. Ja, zeker. Ja. En wat voor de rest doe je nog een beetje nu? Zo. Niks? Nu thuis, deze periode. Woon je bij je moeder en vader moet nog? Bij mijn vader. Oh, je bent je vader? Mijn moeder woont in Suriname. Oh, meen je niet? Ja. Huh? Ze was, ik was 18 geworden. En toen ging het niet zo goed met mijn opa. Ja. En toen zei ze van, oké, ik ga naar Suriname voor mijn opa. Zei ik, oké, is goed, geen probleem. Ja. Dus toen is ze daarin gegaan. In het begin had ik er wel moeite mee, maar nu heb je het wel gewoon goed geaccepteerd. Ja. Maar hoe lang is ze daar? Is het nu al? 4 jaar. 4, meen vijf, je ja. niet? Ja. Is toch wel een klap voor jou, man, als je moeder niet meer ziet? Dat wel, maar ik had de eerste 2 jaar niet gezien. En toen ging ik met mijn zus als verrassing daarheen. Een weekje. Ja, dat was echt mooi. En toen hebben we eigenlijk daarna wel echt elk jaar. Dus ze is nu ook al 2 keer in Nederland geweest. En we willen binnen... Ja, nu kan dat niet, maar... We willen misschien kijken of we weer in de zomer of zo naar daar kunnen gaan. Yeah. Ja, jezus man. Ja. Hey, maar dat is wel moeilijk hoor, als je moeder niet, dat je moeder een keer weggaat tegen. Ja, dat is gek hè. Zo, jij was 18 hè? Ja, 18. Ik wist mezelf ook geen houding te geven. Nee, want je leven is je moeder dat die ook gaat lekker koken en zo en een keer bam weg. Hey, koken hoor. Ja hè, lekker eten, Surinaamse eten, heerlijk man. Dat mis ik wel nog steeds tot de dag van vandaag. Yeah. Haar eten is wel echt lekker. Maar ik denk dat iedereen zijn moeders eten lekker vindt. Ja, nou, die van mijn moeder niet. Die is niet tevreden gek. mag de trommel nu. Een paar gaatjes bovenin. Klets 2 minuten erin. Alsjeblieft, pik. Ga maar eten. Hey, niet te moeilijk doen, jongen. Ben je gek? Ja, nou je bek liggen. Eten, gek. Smakelijk, Andy. Oh, smakelijk, van die harde aardappels. Godsamme, hé. Moet je gaatje prikken en dan in magnetron. Nee. Ik heb het wel eens gedaan, hè. Huh? Ik heb het ook wel eens dat gegeten, kipsatees. Ja? Zo, moest je ook prikken, pak, pak. Ik dacht dat het lekker was, maar ja, 10 minuten later zat ik op de wc. Prikken niet zo lekker te zijn.
Hij schaat. Ja, lief het. Ja. Ja. Hey, maar ik ben staan wel eens als ik naar de Surinaamse winkel ben, zeg ik, mag ik een broodje poen? Zegt wat? Pom bedoel je? Ja, pom. Een broodje poen. Poen, broodje poen. Hebben ze er weer zin in? Wil je hem nat of droog? Dat kan toch niet? Wil je hem nat of droog? Maar, oh, mooi maar, man. Maar serieus. Nee. Ik zeg, je moet echt een keer, ik moet echt een keer meegaan, joh. Met wat? Als je dat gaat zeggen. Met mij? Ja, gaan we een keer, kom maar, als je er niet meer geblesseerd bent, dan ja. Kom je, gaan we gewoon ouwe hoeren een keer, man. Kun je lekker bij mij? Ik heb broodje, mooie... Broodje poen. Oh, joh. Broodje poen. Oh, joh. Hey, bakpoen. Bakpoen. Hey. Doe je dan, doe je wel een PlayStation of zo? Jawel, jawel. Ja, wat speel je? Broodje poen zoeken. Heb je geen vriendin? Wie is de poen? Ja, wie is de poen? Nee, ik heb geen vriendin. Meen je niet? Nee, ik heb geen vriendin. Dus gewoon lekker gewoon, hoppa, conditie behouden. Nu, wat doe je nu? Ja, fietsen. Ja, alleen maar fietsen, hè? Alleen maar fietsen. Heb je geen vriendinnetjes hier dan? Nee, ik ben rustig, man. Ja? Ja, gewoon, zou je niet zeggen, denk ik. Nee, als ik hier zo naar je kijk, denk ik van, oeh, dat is een beest, jongen. Nou, ik ben rustig, man. Long John? Kijk die Long John? Zwaargewicht. Zwaargewicht. Ja. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Nee, niet met... Moet je aan de vrouwtjes vragen. Ik weet het niet. Ja. Hey, wat was die Kramer weer bezig, hè? Nee. Tegen Utrecht. Wat een vet, een mooie maar man. Maar het is... Hoe hij het doet, hè. Ja. Mensen zouden zeggen van... Ja, hij speelt er zo. Hij is gewoon zo. Hij is echt grappig. Ja, hij is echt gezellig. Hij is gek. Hij is gek. Wat dat hij zo naar die... Nee. Toen Lex nog bij ons speelde... Ja. Ik vergeet dat moment nooit meer. We waren op trainingskamp. Ja. En Lex en Michiel lagen op één kamer. Ja. Hij zit op een gegeven moment uit het niets, we zijn aan het eten. En Michiel zegt, Jacques, ik zeg ja, hè? Wat? Toch? Of niet? Hè? Toch? Maar je denkt van, wat doe je nou? Ja. Maar zo doet hij de hele dag, hè? Toch? Of niet? Of zegt hij, Andy, heb je het al gehoord? Ja, wat dan? Helemaal niks. Ja, dan denk ik, wat is het? Maar zo zijn ze gewoon, hè? Zo zijn ze. Dat zit erin, jongen. Dat oude hoeren, die wil de hele dag oude hoeren. Ja, we zijn echt 100%. Ik zeg eerlijk, we zijn echt niet 100%. Nee, maar dat hij naar die van de Marel zo liep. Maar hebben die goal gezien dan, hoe die ging juichen? Ja, ja, ja. Wat bedoelt hij daarmee dan? Wat doet hij gek? Ik weet het niet. Hij is gek. Je moet wel eens gewoon kijken op Instagram of zo naar zijn kif. Ja. Ja, wat is het deze jongen? Ja, maar hij is echt, maar ook echt een lieve jongen. Yeah. Ja, mensen ja, zeggen misschien dat het een probleem is, maar hij is echt een lieve jongen. Ik had hem ook toen in de auto, maar ik heb altijd contact gehouden met Michiel. Af en toe appen en een beetje DM'en en zo. En, weet je? Ja. Leuke lieve gozer, man. Gewoon, hij heeft gewoon scheid aan alles. Hij leeft gewoon voor zijn kind en voor zijn vrouw en zijn gezin. En voor de rest interesseert ook die periode toen ze hem gingen uitschouwen en zo. Zijn vrouw en zijn kinderen dachten van, even serieus, heb je niks te doen of zo? Ja. Laat die gezin erbuiten. Praat alleen, als je wat wil zeggen, zeg tegen hem, maar laat zijn gezin erbuiten. Ja. Dat is denk ik mijn, om zo te zeggen, niet angst per se, maar iets wat ik echt niet zou willen. Dat ze je gaan uitschelden? Nee, uitschelden mag. Ja. Je mag maar uitschelden, dat doen ze, zullen ze nu ook wel doen. Ja. Maar laat gezin, familie erbuiten, ze staan toch niet op het veld? Nee. Nee, nou, precies. Ik heb er één keer gehad in België, hè? Moet ik hierin? Nee, rechtdoor. Ik had één keer gehad in België, begonnen ze te zingen en ik, van de meiden, je moeder is hoe, je moeder is hoe. Toen dacht ik zo bij mezelf, hoe weten hun dat nou? Kom op, man. Kijk wie me belt. Oh, neem op. Ali. Wacht even, kijk even. Ali Len! Hoe is het, broer? Met lekker man, lekker. Hey, we zijn even aan het lachen, hoor. We hebben mooie dingetjes verteld. Ja, ja. Die speler, ik weet al waar die heen gaat. Ah, ik weet niet wat hij zegt. Hij is gek. Doe je ding. Ik ben zo, ja, ik ben zo. Ze gaan naar Trabzonspor. Ja, sowieso. Is cool, rustig. Ciao. Ja, later. Dus Ali Dusselaar. Ja, godsamme, ja. Die heeft ook een kameel opgegeten, volgens mij. Dat was dikker, hè? Ali Lan. Hey. Ali. Kan het niet. Ali, ja. Heb je ook kleedkamerhumor? Zit jij aan hoe of ben je rustig? Ja. Nee, ik heb wel kleedkamerhumor. Ja, wat doe je? Maar nu dit jaar. Ik moet dit jaar nog beginnen, eerlijk gezegd. Oh. Maar vorig jaar waren we wel bezig.
schoenen verstoppen. Oh, ja, ja, ja. Schoenen in, bij onze warme bad zetten. Of wat dan ook. Gewoon echt gekke dingen. Maar gewoon we hadden Tony Goorter, hè. Ja. Hij was de ergste van Goorter, de ergste. Ja, ja, ja. Ja, man. Die, op een gegeven moment had hij een schoenendoos. Had hij nieuwe schoenen gekocht. Had hij een gat in die schoenendoos gemaakt. Ja, ja. Ik deed zo die doos dicht, deed ze open, dat soort dingen, hé. Hey. En bij mij hadden ze ook één keer iets geflikt, man. Als een beker met water, had de tape aan de binnenkant geplakt. En dan in mijn kluis. Ja? Ik kwam net uit de douche, helemaal droog. Ik doe mijn kluizen open, pap. Ah, oh, tuurlijk, dan trek je alles. Alles in mijn gezicht, alles. Kon je weer douchen? Ja, man. Maar nee, ik moet zeggen, toen hadden we echt humor ook in de klik. Het is belangrijk. Wel wat, ja. Ben je echt belangrijk als je humor onderling in een team? Dan echt waar, jongen. We hadden dat ook bij Ajax. Maar alleen maar ouwe hoeren. En toen met Zlatan en weet allemaal. Alleen maar gekkigheid, jongen. En dan komt die prestatie die komt vanzelf. Omdat je gewoon relaxed bent, toch? Dat wel. Dat echt wel. Hoor. Het is echt belangrijk. Als je een kutsfeer hebt in een team, ja, dan gaat het echt verkeerd ook. Ik wist het eerste jaar bij Ajax. Dacht ik, wat de fuck ben ik hier aan het doen? Ik moet heel gauw weg. Ik vond echt geen flikker aan. Waren ouder ook dan ik, weet je wel, we waren op het einde van hun carrière en ik was 18. Ik dacht, ja, what the fuck, en ik ben altijd mezelf en ik kon niet eens meer mezelf zijn. Ik dacht, oeh, nou moet ik wel even voorzichtig doen, weet je wel. Ik moet hierheen. Ja, hierzo. Ga ik zo naar, ik weet je hoe lang moet rijden, gek? Hoe lang? Anderhalf uur. Anderhalf uur? Ja, ik woon in Apeldoorn. Hey, ik wens je veel plezier, man. Ja, ik vind het wel lekker. Gewoon lekker relaxed. Ik was om 10 uur weggegaan vanochtend. Maar zo'n auto is lekker rijden, dan je merkt het niet echt. En nee, precies. Hey, even over je. Dus jij kwam net hier uit en toen wist je niet van. Ik wist niks. Ik wist 0,0. Ik keek, die deur ging open. Dus dan kan je zo die weerkaatsing zien. Ik zag deze auto zo groot. Ik denk, hè? Ik zit eenzaam naar buiten, ik zie jou. Ik denk, hoe dan? En ze kijkt naar mijn pa en mijn vader zegt, ja, kijk eens. Mooi, hè? Ja, want ik had je vader gesproken. Ja. Lieve man, doe hem de groeten van mij. Is goed, ga ik doen, man. Hey, maar wel, ik vind het wel kloten voor je, man, met je moeder en zo, want ik zie het. Ja. Had ik niet verwacht, man. Ja, mijn moeder heeft het ook gedaan voor mijn opa. Ja, dus tuurlijk, ik snap het ook als wel. Als hij het niet zou doen, dan zou ik denken van, dan zou ik er moeite mee hebben. Maar nu voor mijn opa voelde, was niet goed, lekker. Nee. Dus nu is gewoon prima. Zij is gelukkig daar, ik ben gelukkig hier. We zijn gelukkig met elkaar. Lekker in de zon. Jij zit hier in de kou. Ik help je even met het uitstappen. Ja, goed, man. Hey, lekker warm in Suriname. Oh. Zo. Yes, jongens, dat was Pinas. Ik heb gelachen, man, met hem. Leuke gozer. En vrolijk, positief. En goede voetballer. Shirtje kan je winnen. Abonneren. Hij is getekend. Dan komt het helemaal goed. En volg me even op Instagram. En die van de meiden 7. Yes, later!